In dit restaurant in het Belgische Vilvoorde wacht de Franse zakenman en filmgigant Daniel op Xander en zijn vriend Ronald. Hij is een topproducer in Frankrijk en Xander kan via hem een hele grote worden. Hij is met een bijzondere Franse auto gekomen, namelijk een Peugeot 404 Klassiek uit 1965. Xander en Ronald komen in een eigentijdse Hummer. Ah, daar komt een parkeerplekje vrij. Zeker geregeld door Bananasplit. Het zit niet te laag met mij. Ik ben niet verzekerd. Ik kan niet maken. Sander kan niet maken. Ja, dat is niet verzekerd. Nee, ik kan dat niet doen. In de Hummer ontstaat de nodige paniek. En Ronald zet de Hummer uit het zicht, hoopt hij. Laat mij doen. Ik moet niet weten. Je bent gek aan de voet. Pas op, jongen. Nee, pas op. Kom, maar Ronnie, ze hebben het gezien daar. Daar is dan Ronald, vriend en brokkenmaker. Kijk, een briefje achterlaten. Nee, ik kan dat straks. Kan straks doen. Kom even eens bij die Fransman. Kom, Sam. Kom, kat straks hier. Hey, laat zitten. Kat straks doen. Ja, ik ben er niet goed van. Kom. Ja, kat. Nee, joh, je bent compleet. Ja, kat, ze biedt. Het is altijd meteen zoenen met die Fransen. Bourgondische Xander houdt er ook wel van. Champagne? Ah, oui. Ah, c'est bon, oui. Pour le papa. Het is niet zoveel, Sander. Nee, weet ik. Doe maar rustig. Zit je met compleet? Ja. Il est très facile. In zijn beste Frans vertelt Xander over zijn manier van werken. Je ne suis pas une connue personne. Il a une bonne voix, hein. Chante un peu. Vas-y, chante une petite chanson là. Une de tes chansons qu'on a bonne. C'est comment là, la balade que j'aime bien? Afscheid. Comment tu dis? Afscheid. Tink, t'aimes qui? Quand je veux dire succès, c'est très faux. Hein. Doux, je te donne dans dans un film de YouTube. Oui. Mais le... Tiens, t'as vu, j'ai toujours ma... De een schept op over zijn hit, de ander over zijn familiebezit. Xander heeft niet meteen door welke auto het is. Ronald wel. Ah, bouton, hein. Xander. La voiture de mon père. De mon père. Il s'était même marié. Het begint ook Xander te dagen. Il m'a redonné la voiture. Bon, faut que j'aille voir là. Vous me donnez deux minutes. Je vais chercher les papiers de voiture. Okay. Daniel gaat het contract halen uit zijn Peugeot 404 uit 1965. Xander wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Xander, die gaat dan niet weten. Xander, het is niet zoveel aan. Voor hetzelfde geld ziet het niet. Hij ziet dan niet in zijn auto. Nee, ik ga dan niet. Xander moet niet zijn. Ik ga mijn job kwijtgaan. Nee, maar als jij niet... Nee. Kijk, staat erbij. Luister, ik ben niet kwijt. Ik ben niet verzekerd. Ik mag daar niet meer rijden. Nee, maar... Ik mag met die auto niet rijden, Sam. Ja, maar dan is het waar is het te kijken. Ik mag niet rijden met die auto, met die Hummer. Maar luister. William wordt gek, want Lies heeft hem. Luister. Dat komt wel goed. Wij zeggen dat we met aparte auto's zijn. Wij zeggen dat we niet samen zijn. Ik zeg, nee, ik ben hier afgezet. Jij bent alleen met je auto gekomen. Ja. Jij moet straks alleen weggaan. Dan blijf ik met hem nog even zitten. Snap je? Ja. Ik kom je dan wel ophalen. Ja. Dat is goed. Bon. Ben non, écoute. Là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Une merde de... Hein? Un mec qui m'est rentré dans ma bagnole. Vous êtes ici avec votre voiture? Oui.
Bij het toosten produceert Sander zijn stralendste niks aan de hand smaak. Dat kan niet waar zijn dan. Dit is bon, succes. Succes de Xander, Pascal. Hij mocht dat niet zijn. Nee, weet ik, maar hij weet dat op een gegeven moment komt hij erachter dat jij... Nee, hij weet dat niet. Je wil nog een keer een beetje de tafel laten. Wat gaat hij nu doen? Ik moet dat je uitleggen, Sander. Ik ga zot worden. Ik ben hier op van het zenuw. Ja, weet ik, maar doe even rustig. Ik sta hier te beven. Nee, maar je moet wel stil zijn. Hij ziet het nu. Hij ziet hem niet. Daniel gaat nog even op onderzoek uit en krijgt een bananensplit tip over de verdachte hummer. Ik mag daar niet meer rijden. Ik mag met die noten niet rijden, Sander. Ja, maar dan is het. Hij zit te kijken. Ik mag niet rijden met die noten, met die hummer. Maar luister. William, nog gek. Want niet liefde. Luister. Je moet nu het zeggen. En nee, Sander, zeg dat niet. Nee, maar je moet zeggen, niet te blijven komen. Die mensen die hebben jou gezien. Nee, die hebben mij niet gezien, jongen. Jawel. Die hebben niemand niet gezien. Het nummer op de hummer heeft hij ingetoetst. Dan meen je mij. Oh jee, Daniel belt het nummer van de hummer. We lopen nu heen en pak hem over. Ja. Ronnie, je moet het doen. Je moet het doen. Ik ga anders weg hoor, Ronnie. Ik ga er niet mee. Nee, maar moet er niet zijn. Ik ga niet mee. Ik kan dat niet doen. Laat hem doen. Je suis un monsieur. Oui, Daniel. Il parle pas français. Il parle. Oui, hier komt Ronald. Nee, hier zijn twee. Ah, Xander zal het wel even regelen. Hij neemt de telefoon over en krijgt de eigenaar van de hummer aan de lijn. William. Xander is nou verhaal. Hi William, je spreekt met Xander Vigier. Luister, ik ga jou nou even iets heel grappigs vertellen. Kijk, als dat gebeurt, dan is Ronald gewoon de lul. Ja, jij natuurlijk, want jij belt mij. Dus voor mij ben jij de chauffeur natuurlijk, hè? Nee, ik ben helemaal niet de chauffeur. Ja, weet je, ik ga je nu Ronald laten bellen, want geef mij gewoon de orde dan, hè? Xander zit in het nauw en spreekt vriend Ronald duchtig toe. Je moet het nu nemen. Nee, pak het, zeg het iets, want ik kan dat nu niet nemen, dan ben ik de kik. Ik vind het ook niet leuk, maar hij wil niet nemen. Ik vind het ook niet leuk. Een bananensplit. Thank you.